nu ben ik benieuwd of ik wat gewicht kwijt ben. Nou, moment van de waarheid. Ik kom van 89 kilo. Zo, er is al een stukje beter, hè? Ik heb namelijk best vaak boven een emmer gehangen om te barven, op de pot gezeten om het daar te laten gaan. Hey iedereen, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Vandaag is eindelijk de dag dat ik uit mijn bed kan komen. Jullie horen het aan mij, ik ben nog steeds strontverkouden. Maar ik heb het idee dat de griep slash koorts wel weg is gegaan. Ik ben alleen dus nog echt strontverkouden. Mijn neus zit helemaal vol. Ik loop af en toe te hoesten alsof mijn leven ervan afhangt. Ik zie eruit als een verzopen kat. Dat is ongelooflijk. Maar ik voel me ietsje beter. Dat mag ook wel, want dit is gewoon dag 4 dat ik ziek ben. Ik heb zo'n hekel aan ziek zijn ook. Gewoon, ik kan niks doen. Ook voor de vlog niet. En dan kan ik dat op zich nog wel een plekje geven, want dat hoort bij ieder mens dat je af en toe ziek bent. Maar jullie weten van mij dat ik gewoon wil presteren en iets leuks voor jullie wil neerzetten. Ja, als je ziek bent dan gaat het niet, hè. Maar goed, ik wil dus even iets checken. Ik heb de afgelopen 4 dagen dus niet kunnen eten. Nou, ik heb 1 keer macaroni gegeten, maar voor de rest alleen maar gedronken. Limonade, bouillonsoep, goedemorgen shake om toch nog een beetje stoffen binnen te krijgen. Maar ik kon gewoon niet eten. Maar nu ben ik benieuwd of ik wat gewicht kwijt ben. Ik weet eigenlijk bijna zeker van wel. Nou, moment van de waarheid. Ik kom van 89 kilo, 87,1. Bijna 2 kilo in 4 dagen kwijt. Valt me nog mee. Dat was namelijk de vorige keer zo dat ik zo ziek ben geweest. Dat was in een week. Ja, dat was wel heel extreem trouwens ook hoor. Toen, kijk, nu heb ik nog voor jullie kunnen vloggen. Maar dat was die week dat ik echt niet kon vloggen. Dat Ruben het even voor me heeft overgenomen. Toen kon ik ook niet praten, niks. En toen kon ik niet eten omdat ik misselijk was. Maar omdat mijn keel was opgezwollen. Dus ik kon niks doorslikken. Toen ben ik in een week tijd 8 kilo kwijtgeraakt. Nou, ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld. Dat was echt ongelooflijk. Gelukkig is het deze keer niet zo erg. Het is geen keelontsteking. Het is gewoon letterlijk griep. Ik was net even met Alex aan het bellen. Die was ook ziek. En een vriendin van Alex, die met ons dus afgelopen week mee uit was. Die is ook ziek. Dus Alex zei al, ja, we hebben buiten gestaan in een shirtje en de griep heerst, dus we hebben het sowieso daar opgelopen. Nog steeds baal ik heel erg dat ik gisteren niet naar Paasvee heb kunnen gaan, maar ik begreep ook van iedereen dat het niet echt een Paasvee vibe was. Paasvee was eigenlijk eerst van plan om niet door te gaan vanwege corona en toen op het laatste moment kon het wel doorgaan. Dus de organisatie heeft het niet zo op kunnen bouwen zoals het normaal is. Dus ze zeiden altijd, het was meer dat je uitging met iedereen die je kent, dus dat het echt Paasvee vibe was. Dus op zich voel ik me er niet heel slecht over. Volgend jaar weer een kans. Maar goed, voor nu ga ik even lekker douchen, even lekker opfrissen. En dan ga ik mijn laptopje erbij pakken, want dan moet ik even een paar dagen werk gaan inhalen. Zo, feeling all nice and fresh. Je denkt misschien, waarom heb je een korte broek aan en een shirt? Ik had het vrij warm na het douchen, terwijl ik helemaal niet zo warm gedoucht heb. Maar dat is nog een beetje die temperatuur switches in mijn leven. En jongens, ik heb goed nieuws. Ik ben een tosti aan het maken. Dit is geweldig. Dit is top. Ik heb het idee dat ik na 4 dagen eindelijk een hapje door mijn keel krijg. Dus ik dacht ook gelijk, nou laat ik gelijk goed beginnen met iets wat ik heerlijk vind om tussen de middag te eten. En dat is een tosti. Dus we gaan even lekker een tostietje maken. En dan ben ik benieuwd of je erin blijft, ja of nee. Dat gaan we vanzelf zien. Nou jongens, ik heb er heerlijk van genoten. En ik ga me ook gelijk even skeren. Want dit is eigenlijk de eerste dag dat ik uit bed ben. Bed. Maar het is misschien heel gek, sommigen van jullie zullen het wel herkennen, maar als je bijvoorbeeld ziek bent en je begint je weer iets beter te voelen, dan als je jezelf opfrist, dus even douchen, even normale kleding, of tenminste normale kleding, zeg maar niet een joggingspak met een hoodie en een deken om je heen, maar gewoon even iets normaals, zoals een korte broek en een shirtje. Ik ga hem ook even scheren, dus zometeen, ik heb net gedoucht, ik ga zo weer even mijn tanden poetsen. Gewoon als je jezelf fris maakt of zo, dan voel je ook gelijk een stuk beter. Tenminste, dat vind ik. De afgelopen paar dagen heb ik niet kunnen scheren of whatever. Dus er zitten weer een paar 5G-antennes aan. Maar die halen we even weg. Zo, er is al een stukje beter, hè? Zo. Nou, en zo voel je in één een stukje beter. Ja, misschien is dat wel onzin hoor. Maar ik denk dat sommigen van jullie wel zullen begrijpen wat ik bedoel. En zo niet, zowel, zowel. Nou ja. Doe ermee wat je wil. Maar ik vind het in ieder geval fijn om jezelf even te verzorgen als je niet fit bent. Want dan voel je je al een stukje beter. Zo, gelijk ook weer even een nog iets betere outfit aangetrokken. Want ik ga even langs de supermarkt om even een pizzaatje te halen. Op zich is het niet nodig, want we hebben ook nog wel macaroni liggen. Maar ik heb gewoon zin in een goede vette hap. En daarnaast is het misschien ook wel goed om dan even de deur uit te gaan. Dan heb je weer even die beweging, weer even die prikkeling tot normaal leven. Kan ik het zo noemen? Ik denk het, ik weet het niet. Ik ben er ook gewoon zat van om de hele week al binnen te zitten. Dus ik ga er gewoon even lekker uit. Even pizzaatje halen, even lekker in de auto.
echt even zin in. De hele tijd op de bank liggen of op je bed liggen, daar word ik niet goed van. Oi, 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 oi. Ik denk dat ik nog nooit zo snel met zoveel plezier boodschappen heb gedaan. Hey, het was heerlijk om even lekker in de buitenlucht te lopen. Even vitamine D in te snuiven. En te denken, ja, ik ben wat aan het doen. En dat is top. Ik krijg gewoon weer energie van. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik krijg er energie van. Zeker als ik een paar dagen niks gedaan heb. Maar goed, ik ga er even heerlijk van genieten, jongens. Een lekkere pizza met een groot glas melk. Oh, in mijn ogen is er niks beter. Zo, en of die pizza lekker was, hé. Gelukkig ben ik de kunst van het jong leren nog niet verleerd, wou ik zeggen. En toen liet ik ze vallen. Nee, jongens, ik heb heerlijk gegeten. Weer even lekker het maagje gevuld. En dat heb ik deze week wel gemist, hoor. Om even dingen te kunnen eten wat wel in mijn buik blijft. Want ik heb de hele week natuurlijk niet veel gevlogd, maar er is wel veel gebeurd. Al zijnde mijn ziekte zijn. Ik heb namelijk best vaak boven een emmer gehangen om te barven, op de pot gezeten, om het daar te laten gaan. Al met al was het niet best. En jullie weten wat de beste medicijn is tegen ziek zijn. En dat is lekker slapen. Dat ga ik ook doen. Ik hoop dat ik morgen dan weer helemaal een beetje de oude ben. Ik ben nu op zich wel wat beter dan afgelopen week. Alleen nog stront verkouden, zoals jullie horen. Dus ik hoop dat het morgen allemaal weer een stuk beter is. Dat gaan jullie zien in de vlog van morgen. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem even goed leuk? Vergeet niet dat duimpje omhoog te rammen. En hier beneden te abonneren als je meer wil zien van mijn dagelijkse vlogs. Dan kan ik nog maar één ding zeggen. Dat is tot morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog. Later.